turf. Dat is de hoofdreden waarom het landschap Drent de opdracht heeft gegeven om, om die vaart te maken, te graven. Om vooral de venen rondom het gebied wat nu Smilde, Diever is, om die te kunnen ontginnen. Kilometer lang, 230 jaar oud. Eén bijna rechte lijn, van Assen tot voorbij Meppel. De Drentse hoofdvaart. In dit programma, De Vaart van Vroeger, worden herinneringen opgehaald aan de tijd dat de Drentse hoofdvaart een drukke scheepvaartroute was. Andere tijden met een ander tempo. De Vaart van Vroeger. Maar eerst even een stukje geschiedenis. Want hoe ontstond de vaart eigenlijk? In het begin van de 17e eeuw werd een aanvang gemaakt met de ontginning van de uitgestrekte venen in West-Drenthe. Turf. Dat is de hoofdreden waarom het landschap Drenthe de opdracht heeft gegeven om, om die vaart te maken, te graven. Om vooral de venen rondom het gebied wat nu Smilde, Diever is, om die te kunnen ontginnen. Maar voor het afgraven van venen, dus het maken van turf, heb je natuurlijk twee dingen nodig, een afvoerweg en een afvoermiddel. Nou, een afvoerweg was er niet, het was dus allemaal drassig. Dus je had een kanaal nodig, een vaart nodig. En dat was de meest voor de hand liggende reden om hem te gaan graven, die vaart. We beginnen ons verhaal in Assen, het jongste deel van de hoofdvaart. In 1780 komen hier voor het eerst scheepjes met feestelijke vlaggen binnenvaren. Assen had vanaf dat moment, dus vanaf 1780, een rechtstreekse waterverbinding met de Zuiderzee. Je ziet dan ook meteen al dat er allerlei veerdiensten gaan ontstaan en vrachtdiensten naar Meppel en zelfs naar Amsterdam. En het was in die tijd ook een drukte van belang op die vaart. Het begon al direct toen die geopend werd, begonnen de schepen al direct te varen er doorheen met turf, maar ook met andere goederen. En een boer en die wilde twee biggies zeg maar, die even kopen wil, dan ging eens de biggies in de snik en die gewoon zelf met de snikken met. En die verkochten de biggies in Assen, zeg maar, op de markt. Dus mensen, dieren, goederen, landbouwproducten, je kunt het zo gek niet verzinnen. Alles wat maar te transporteren viel, ook meubelen, als je een verhuizing had bijvoorbeeld, alles kon getransporteerd worden over het water. En dan waren de schoolkinderen, zeg maar, die hier op Hogesmilde woonden en die familie op Boomsmilde hadden. En dan gingen ze daar naartoe, met de snik in en met de snikken weer terug. Zeg maar tussen 1885 en 1900, de Tweede Wereldoorlog zeg maar, kwam daar per jaar kwamen er wel zo'n 10.000 schepen over. Dus het is zeg maar gemiddeld zo'n 30, 40 schepen per dag. Maar het kan best zijn, want die dingen zijn ooit geteld, het kan best zijn dat het zowel op de heen als de terugreis was. Dus dan heb je het al gauw over 50 schepen per dag. En die dus vol met allerlei goederen, kriskras, van hop naar her, dus tussen Meppel en Assen heen en weer voeren met allerhande goederen. Dus het was een drukke, belangrijke verkeersweg. Suikerbieten naar Groningen toe, aardappels van Scholten en Oranje. De scheepvaart was druk, want er lag allemaal vol schepen. Allemaal te wachten. Op vracht, zeg maar. En die ging allemaal met schip weg. De Kolk in Assen, sinds kort weer open, is nu het domein van pleziervaart. Maar vroeger was dat anders. Er moest daar ook gelost en geladen worden. Schepen in het water, wagens met paarden ervoor op de wal. Daar waren de pakhuizen van De Waard en van Leuzen, waar ladingen meel die per schip werden aangevoerd, werden opgeslagen. Voor het lossen werden dan sjouwermannen aangenomen, die zo'n zak meel op de nek het pakhuis indroegen. Dat was zwaar werk. Daar haalde men dan wel eens een borreltje voor bij de caféhouder aan de zuidzijde.
Mijn grootvader die was boer en die verbouwde de rode kool, de vooie kool en witte kool. Dan kwamen ze lopend met paard en wagen, 's nachts, van Garmwolde naar Assen. 'S Morgens als ze wakker werden, een kopje koffie, een eigen brood die wat ze meegenomen hebben, werd opgegeten. En dan gingen ze op een koffer aan de kool gingen ze staan. En dan kwamen de snikken uit de smilde, appelscha. Die kwamen dus aan en die kochten dan voor de mensen rode kool, witte kool, savooie kool. De scheepvaart bracht levendigheid naar het centrum van Assen. Ja, je kreeg eigenlijk op de plek waar we nu staan, dat noemen we het Veermansbrinkje. Eigenlijk werden hier de spullen gelost uit de schepen. We werden hier eigenlijk op paard en wagen geladen om verder het achterland in vervoerd te worden. En tussen de bebouwing in van de markt, daar vond eigenlijk de daadwerkelijke markt plaats. Toen de hoofdvaart eenmaal een feit was, vestigden de notabelen van Assen zich langs het water. Prestigieuze panden verrezen, met daartussen bedrijfspanden gerelateerd aan het water. Ook nu is nog aan de bebouwing langs de vaart te zien dat het een bedrijvige boel was. Dit is ook een graanpakhuis, het is een beetje typerende dus ook van de bebouwing langs de vaart voor dit deel. Dat je die afwisseling hebt van prominente huizen die er staan, maar toch ook activiteit die er gevoerd moest worden. Dus dit is een van de pakhuizen die dan aan de vaart staan. En dit was het pakhuis van de Waard. En dat heeft gefunctioneerd tot de Drentse hoofdvaart hier afgesloten werd in de begin 70e jaren. Dus er zijn allerlei bedrijvigheden geweest, kleine bedrijfjes, bijvoorbeeld aardappelmeelfabrieken, strokenton, vlasfabriek in Orvelte, wat allemaal via het Oranjekanaal en dus ook de Drentse hoofdvaart werd getransporteerd, die dus afhankelijk waren voor het transport per schip. Behalve een graanpakhuis had de firma De Waard ook een graandrogerij. Graan wat dus binnenkwam van de boeren, dat werd hier gestort. Eerst wanneer het nodig was, werd het gedroogd. Wanneer het gedroogd werd, werd het geschoond. En als het geschoond werd, dan werd het eventueel vermalen tot veevoer. Of het werd gebruikt voor zaaigraan voor het komende jaar of voor opslag. Nou, dan hier boven op de hoogste zolder, waar het graan eigenlijk naar boven ging, had je dus hier heb je de handmatige lier. Het graan, met name het zaaigraan wat de boeren weer kwamen ophalen, werd door middel van deze lier met een haak, werd met katrol zo in dit gat naar beneden gebracht. Ook toen had men ook al noodvoorzieningen getroffen in de arbo, maar dan arbo op een andere wijze. Dat het verplicht was deze beugel erin te zetten, want dan kon men in de ene hand de lier van boven naar beneden doen. In de andere hand konden ze vasthouden en kijken of alles goed functioneerde. Na dit rondje om de kolk van Assen, het einde of het begin van de hoofdvaart, gaan we scheep naar het zuiden. In de volgende aflevering varen we verder met de opduwer van Albert Vierhoven en in het gezelschap van onder andere oud-schipper Lucas Veenstra. Naar het verleden van de hoofdvaart reizen we met het schip van Albert Vierhoven zuidwaarts, van Assen tot in Meppel. Oudschipper Lucas Veenstra vaart mee. Met hem halen we herinneringen op aan de vaart van vroeger. Ik heb mijn hele leven gevaren van geboorte aan, want ik ben op het water geboren in Delfzijl. Nou, ik ben van de buitenhaven naar de binnenhaven toe ben ik geboren. Met een voetvrouw aan boord. En nou, van die tijd, dus ik heb altijd gevaren, daar heb ik. Het mooiste van schippen zijn dat het vrije leven. Als het morgens om 4 uur begint en het is 12 uur, en dan wil je nog graag die laatste brug pakken. Als die om 12 uur dicht gaat, dan wil je nog graag door die brug heen. En dan kan je nog een uurtje of 2 uur verder varen. Kijk, en dat is het allermooiste. Er zijn geen tijden verbonden. Dat is het allermooiste wat er is.
in de vrijheid. De eerste halte waar we aanleggen is de afslag naar de Norgervaart. Er ligt hier nu een dam, maar vroeger konden de schippers vanaf hier doorvaren naar Veenhuizen om bijvoorbeeld aardappels te halen. Toen was dat een knaltje. Ja, dat feestgeven van 60 tonnen moet je becapaceren. En aan die zijkant er staat geen water, hoor. Dat was heel weinig. Nou, er waren allemaal schepen ongeveer 1,20 meter diepgang. Dus je moest niet te dicht aan de kant komen, dan zat je vast natuurlijk. De jongens die daar in de gevangenis zaten, die gingen de schepen daar laden. Wat er in de sluis kwam, kwam je te liggen en dan werd er een steiger werd gemaakt. Die kwam in het ruimte liggen van het schip. En dan kwamen die wagens tegen het schip rijden en dan werden de aardappels die werden in het schip gegooid. Ja, die zakken werden leeggestort, weet je wel. En dan kon je daar omdraaien, hoe zat dat? Daar was een druip, maar dat was voor de sluis. Daar kon je ronddraaien. Dan moet je ze achteruit, ruggels achteruit, zijn we daar in die tent. Dan moest je ruggels achteruit gaan en dan kon je de sluizen, weet je wel. En die gevangenen, hadden die ook uniformen aan of pakken? Hoe zag dat eruit? Die hadden volgens mij toen van die gestreepte pakken aan. Echt waar? Ja. Ja. En praatte je daar dan wel mee? Daar kon je gewoon mee praten, iemand. Ja. Ja, daar mocht je gewoon vrij mee praten. Die liep ook vrij rond. Er was wel een bewaker was erbij bij mij natuurlijk. Maar die mocht die jongens ook een bak koffie geven en zo wat. En dat werd allemaal toegestaan. Deze vitrine, daar zien we, dus eigenlijk onze Drentse vitrine zou je kunnen zeggen. Hier links zien we de boot van meneer Tobi, met Marinus Tobi. Dat was de trekschuitschipper van Assen op Veenhuizen. Je ziet hier zijn portret liggen. Die man heeft gewerkt van eind 19e eeuw tot ongeveer 1924 als schipper van de Barge Veenhuizen. Want die trekschuit die heette een Barge, dat was het type eigenlijk. En daarmee voer hij dus vanaf de Kolk in Assen. Zo'n eindje langs de Drentse Hoofdvaart tot de ingang van de Norgervaart. Daar ging je de Norgervaart in. En dan richting het derde gesticht in Veenhuizen. En wat verplaatste die dan? Wat vervoerde die? Dat waren bijvoorbeeld de verpleegden van Veenhuizen, zoals die toen heette. En later zeg maar de gevangenen. En die verplaatste hij zowel heen als terug. Tobi die vertrok 's ochtends. Hij woonde in Veenhuizen aan de Generaal van de Bosweg. Had zijn schip daar ook liggen voor de wal. En hij vertrok 's ochtends vroeg, zo rond 7:00 stipt eigenlijk, vertrok hij vanaf het derde gesticht naar Assen. Dan ging hij met 2 paarden voor zijn trekschuit naar Assen toe. Dus met 2 paarden, en het is een heel scherp schip als je het ziet. Die barge, die trekschuit, die is heel scherp gebouwd. Dus die ging als een speer door het water zou je kunnen zeggen, met 2 paarden ervoor. Dus hij was ook voor de middag was hij al in Assen. Het voorste gedeelte is de tweede kajuit, het achterste gedeelte is de eerste kajuit, die was gewoon een beetje luxe. Er waren twee klassen eigenlijk? Ja, er waren 2 klassen. Je moest dus ook ietsje meer betalen als je eerste klasse wilde reizen. Dan had je wel mooie fluwelen kussens en je had een kacheltje en je had gordijntjes in de roef. En het was ietsje luxer allemaal, iets meer beenruimte zou je tegenwoordig zeggen. Hè? Maar dan betaalde je een paar dubbeltjes meer, zal ik maar zeggen. En er konden zeker wel een aantal tientallen mensen, ik denk toch wel dat je met een man of 40 wel kon varen naar Assen. Er ligt ook een pijp. Dan zou je misschien zeggen, waarom ligt hier nou een pijp in die vitrine bij dat model? Nou, het was zo dat mensen in de 19e eeuw natuurlijk pijp rookten. Alleen aan boord van een houten barge, of een barge met heel veel hout aan boord, was het natuurlijk brandgevaarlijk. Want er konden vonken uit die pijp vliegen. En daarom had de overheid bepaald dat je wel mocht roken aan boord, een pijp. Maar dan moest die pijp van een dop voorzien zijn. En je kunt hier op die pijp kun je die dop zien. Dat is een metalen roostertje eroverheen, zodat er geen vonken weg kunnen vliegen. Daar is het eigenlijk voor. En ik stel me zo voor dat in die barge van Tobi, die trekschuit, ook wel pijp werd gerookt. Op weg naar Assen, als ze zo urenlang onderweg waren. Voor we doorvaren, nemen we een passagier mee. Jan Hoeks van de historische vereniging De Smilde stapt op. Wil je nou mijn phone? Ja. Ja. Schipper Albert Vierhoven heeft er zin in. Vanaf de Norgervaart zetten we koers naar het zuiden.
We zijn nog maar net weer onderweg of de herinneringen komen boven water. Niersbrug werd ook al gezegd. Dit is dus de afslag naar de aardappelmeelfabriek Oranje. Dan ga je dus hier de bocht op. En dan ga je naar de aardappelmeelfabriek Oranje. Dan start ik op die brug naar Oranje Kanaal. Dit was vroeger een heel druk punt. Hier gingen dus volle schepen eerappels naar Oranje. Er kwamen ook volle schepen eerappels uit. Die gingen naar Scholtens. Maar je had ook bieterscheppers en turfscheppers. Hier was dat een heel druk punt. En die vrouw Huizing die woonde daar in dat huisje. En die had dan twee bruggen last staan soms. En dan wist ze niet wat ze het eerste of laatst moest weten. Nee. Van iedereen wel gelijk. En er waren er ook nog die legden schep aan de kant. Van die hadden hier drie bakkers op een hoek zetten. Nee. Alle drie. En dan moesten ze heen naar de bakker. Maar dat was een heel druk punt. En als je nou het Oranje Kanaal uitkomt, dan ga je stuurboord af. Dan ga je één keer op de oorlog blazen, weet je wel. Dan ga je stuurboord af. Ja. Moest je bakboord af deze kant op, dan ging je twee keer op de oorlog blazen. Dat je bakboord af ging. Dus dan wist je precies welke kant je uit ging. Hè? En dat gebeurt nog wel, maar ja, het is nou maar marifoonwerk. Ja. Dus het werkt nou maar via marifoon, dat werkt het. Ja. Behalve hier wordt er geloof ik nog niet zoveel met marifoonwerk. Maar je hebt wel een groot verschil met nou. Want toen had je een hele hoop schepen zeg maar, met zeil of peer te vuren, er zat geen snelheid in. Het duurde veel langer voordat ze die bocht nog kwamen. Tegenwoordig stuurden ze met die motorboot zo de bocht nog. Ja, ja. Dat gaat veel sneller, hè. Ja. Maar toen had je nog wel eens, dan moesten ze weer opnieuw op gang komen voor zo'n brug. Zeil naar beneden, tegen de wind en soms. Maar dan maakte de bocht maar zo niet aan. Dan moest dan helemaal weer opnieuw begonnen. Ja, maar toen rijk nou. Oh ja, dit huis heeft ook nog wat bij. Volgende keer varen we verder door en halen we herinneringen op aan het varen in de aardappelcampagne.